We praten na afloop van de verloren finale uiteindelijk. ASWH tegen RWVA. Officiële speeltijd 1-1. Twee keer kwartier verlengd. Blijf 1-1. Dan strafschoppen. Laat ik beginnen met een groot compliment. RWVA speelt een mooie wedstrijd, een puikenwedstrijd. Had, denk ik, waarschijnlijk al voor het einde van de wedstrijd, voor het einde van de 90 minuten, de wedstrijd kunnen beslissen. Giovanni Franke, trainer van de RWVA. Goed, het gaat uiteindelijk dan toch mis. Met welk gevoel sta jij hier? Ja, ik denk dat je het goed omschrijft. Ik denk dat het op deze manier natuurlijk bijzonder moeilijk te behappen is als je 3 minuten voor tijd 1-0 voor staat en de wedstrijd volledig onder controle hebt. En, ja, natuurlijk weet je weet van tevoren hoe teams van Jack van den Berg en ASWH in het bijzonder nu dit jaar, hoe ze spelen en wat ze willen. En, dus ja, dan wordt het altijd wel hectisch met die lange ballen. Maar goed, we hadden het goed onder controle. En dan toch één moment en stond het 1-1. Maar op basis van het spel, ik denk ook op basis van de manier van spelen, de inzetten, de kansen, hadden we het in 90 minuten moeten beslissen. Als we de wedstrijd eens chronologisch oppakken, wat hebben wij van RWVA gezien? Eerste helft, tweede helft, ook een verlenging? Ja, gewoon heel dominant, zowel aan de bal als zonder bal. En, het was heel belangrijk van ons vandaag, omdat we wisten hoe ASWH en ook de trainer van ASWH graag wil spelen. En daarvoor wisten we ook precies wat we moesten doen in de verdediging en in de aanvallende opties die we hadden. Dus daar waar hun pijnpunten liggen en hun voordelen en nadelen. Zowel aanvallend als verdedigend. En ik denk dat we dat als team gedurende de 90 minuten gewoon perfect hebben gedaan. Ongeluk zit in een klein hoekje en dat was in dit geval ook. Maar ook wil ik het chronologisch bekijken, wat niet echt veel zin heeft. We hebben de beste kansen gehad. Hele mooie kansen, zelfs in de verlenging nog goede kansen. Dus ja, ik denk wat jij zegt, daar kan ik het eigenlijk beter bij laten. Gezien het seizoen, de ontwikkeling die we meemaken, we staan toch weer in de finale. In 4 jaar tijd 3 finales gehaald. Ja, dat zegt wat over de afgelopen 4 jaar. En voor deze groep ook. Het is een nieuwe lichting, een nieuwe periode. En om dan meteen al Capelle, Barendrecht hier te kunnen meten en ook met ASWA in de verlenging, geeft in ieder geval heel veel hoop voor de toekomst. En ik denk dat dat het belangrijkste boodschap is van vandaag, dat er nog heel veel potentie in deze groep zit naar volgend seizoen toe. Ja, het positieve, laten we dat even voorop stellen. Vorige week tweede divisieclub Barendrecht. Vandaag leg je eigenlijk bijna de strop om de schouders van een derde divisieclub ASWH. Dat mag natuurlijk wel een prestatie zijn. Ja, precies. En dat wil ik ook wel meenemen uit deze wedstrijd en uit deze finale. De ritten naartoe natuurlijk, het cupseizoen als je het zo moet noemen, was natuurlijk geweldig. Met mooie tegenstanders die we hebben verslagen. Waarmee we ook onze groei de tweede helft van het seizoen konden aantonen. Want we hebben natuurlijk ook tegen Noordwijk en Achillesveen in die fase hebben we hele goede wedstrijden gespeeld. We hebben nog veel werk te doen met betrekking tot in ieder geval het structureel maken van die prestaties. Maar ik denk dat we goed onderweg zijn en dat proberen we nu mee te nemen, hoe zuur het ook is. Maar ik denk dat dat de positieve boodschap is van vandaag. We laten de wedstrijd gewoon voor wat die is. Het seizoen is helemaal afgelopen. Je gaat nu met een katerig gevoel naar huis, uiteraard. Volledig ken ik dat helemaal geloven. Er is absoluut helemaal niks mis mee. Maar over het hele seizoen, wat zeg je dan? Dat we goed onderweg zijn. Dat we goed onderweg zijn. We moesten, zoals jij weet, helemaal opnieuw starten. Onder hele ongelukkige omstandigheden. En ik denk dat de staf, de spelers, maar ook het bestuur en de mensen eromheen aan dit seizoen echt heel hard gewerkt hebben om er een nieuwe start van te maken. En daarvoor was die finale sowieso al een beloning, dat je dat daarin kan laten zien, in resultaat. Want uiteindelijk heb je resultaat nodig om je groei te bevestigen. Dus vandaar dat die finale plaats daarvoor sowieso al een bevestiging was. En ik denk dat natuurlijk het echt had afgemaakt, zeg maar. Als je vandaag gewonnen had, had het echt afgeweest. Ook voor spelers als Marta of Agatowski of Steve Soares, die RWA jarenlang hebben gediend, die gaan vertrekken. Had het ook mooi geweest om voor hun een prijs mee te nemen en mee te geven voor wat ze hebben betekend voor RWA. Maar goed, het is niet zo. En we moeten ons nu gaan richten. Een hele verdiende vakantie. En richten op volgend seizoen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen noemen ze dat. Namens RWA TV wil ik je hartelijk danken. En jij bedankt ons altijd, maar deze bedankt gaat van ons uit, omdat je altijd heel snel voor de microfoon wil verschijnen voor je commentaar. Dankjewel en ik zou zeggen, ik kijk weer zelf weer uit naar het volgende seizoen. Dankjewel, dankjewel ook voor het vertrouwen, ook naar het team toe. Ik wil ze bedanken voor het hele seizoen, organisatie eromheen en alle spelers. Bedankt.
We praten met Jack van den Berg, trainer van de ASWH, na over de wedstrijd, de gewonnen finale. Overigens van harte gefeliciteerd met de overwinning ASWH tegen RVVA. Ja, het was een hele lange wedstrijd. Twee keer drie kwartier, nog een scheidsrechter die gewisseld moet worden. Uiteindelijk win je. Met welk gevoel sta je hier en wat voor ASWH hebben we gezien vandaag? Ja, met welk gevoel sta je hier? We winnen met strafschoppen. Dus dan moet je toch sowieso, daar ben je sowieso heel erg gelukkig. Gelukkig dat je met strafschoppen wint. Dat is toch een klein beetje een loterij. En ja, de wedstrijd. Ja, het was, maar dat wisten we van tevoren. RVA speelt heel compact. Veel snelheid voorin. Is goed georganiseerd. Ja, we spelen alle twee. Hè. Wij speelden de laatste weken ook een soort 3-5-2. Dat doet RVA ook. Dus het was wel een tactisch steekspel. Ja, en wij winnen dan uiteindelijk. Ja, het is nauwelijks verdiend. Het had net zo goed andersom kunnen zijn natuurlijk. Als we nou gewoon de tweede helft oppakken, want de eerste helft, ja, een beetje gelijkwaardig, maar dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. In de tweede helft gebeurt er van alles. Halverwege de tweede helft komt RVVA met 1-0 voor. En dan wordt het eigenlijk echt een wedstrijd. En RVVA gaat iets achteruit. En ja, 4 minuten voor tijd valt hij 1-1. Ja, wat gebeurt er dan? Nou, op een gegeven moment gaat RVVA, ja, zo moet ik over anderen, maar ja, wij kwamen achter, een fout achterin. Hoewel ook RVA, ja, RVA die ik wil dat niet tactisch maken, maar speelt 3-5-2 maar Akatowski die komt natuurlijk steeds in het midden en die zorgt ervoor dat wij amper op kunnen bouwen. En dus zo'n fout die Jerry Tielemann dan maakt, ja, die dwingen ze ook wel een beetje af. Hoewel, ja, het blijft natuurlijk een fout, maar komen ze 1-0 voor. Ja, dan moet je toch steeds beetje bij beetje iets meer risico gaan nemen. Toen zijn we met 3 spitsen gaan spelen, met Shabiri Soufi is erin gekomen. Ja, steeds iets meer druk op die call. Ja, ik vond wel, die call zat er wel aan te komen. Maar oké, 4 minuten voor tijd als het niet valt, ja, dan heb je ook niks te zeggen. Ik dacht op een gegeven moment 1-1 en dan is het over met RVVA. Maar dat blijft dan toch ook uit ook in die verlenging. Ja, ik vond ons het laatste kwartier van de tweede helft, dacht ik van nou, toen zag je die call wel komen. Tenminste, dan kan die vallen. En dan valt hij uiteindelijk. En toen dacht ik eigenlijk na die 1-1 van laten we nou gelijk eroverheen gaan. Maar het lukte ook weer niet. Dus het bleef spannend om het eind. Hoewel het, zoals u zegt, van de tweede helft ging de wedstrijd even los. De laatste half uur. Ja, dan in de verlenging was dat niet meer zo. Hè? Dan, in de verlenging vond ik het redelijk gelijkwaardig. Ja, nou, dat ben ik er wel met je eens. Dus ja, en dan uiteindelijk voor strafschoppen. En ja, strafschoppen is een loterij. Ja, en ja, wij met ASWA moeten ook wat bezuinigen weer. En dus als we dit niet hadden gewonnen, dan had een trainingskamp in Marbella had een eind weg geweest, denk ik. En nu is het toch weer een stuk dichterbij. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Ik wil nog even terugkomen op halverwege de tweede helft ga je wisselen. Er komt een Olijveld in het veld en je wisselt dan. Was dat ook een klein beetje een verschilletje? Ja, Robin is natuurlijk heel dreigend. En wij hebben... Hey, Robert gaat weg. Dus, hey, Robert heeft volgens mij, ik kan me vergissen, maar die heeft bijna alle wedstrijden gespeeld in de competitie. En Jesper van der Bos stond als aanvallende middenvelder. En wij hebben die laatste 4 wedstrijden op deze manier gespeeld zoals we begonnen zijn. En dat liep echt fantastisch. En met Peter Lange en Jesper die daar omheen bewoog. En veel mensen die kwamen. Dat ging hartstikke goed. Maar vandaag... ik wil er eigenlijk haast mee beginnen, maar dit is geen excuus voor ons. Of voor RVA. Het veld was wel vandaag heel matig. Hè. Het was niet gesproeid, die was kapot. Het was hobbelig. Dus ja, het verschil maken, dat geldt voor twee elftallen, dat is dan toch moeilijk. Ja, en als hij dan toch, wij hebben dan een grote sterke spits met Peter Lange. En dan spelen we de vallende bal en dan mensen eronder komen. Ja, dan hadden we eigenlijk te weinig aansluiting, vond ik. Dus vandaar dat ik eigenlijk in de rust dacht van, zal ik het nu doen? Dan kregen we tweede helft, kregen we wind mee. Ik denk, nou, ik wacht nog heel even. Maar ik heb Robert eigenlijk na 2 minuten warm laten lopen. Na 12, 13 minuten is hij erin gekomen. En Robert voorin en Jesper daar dan achter. Heb ik toch net wat meer aanvallend vermogen. Hij sticht een voortdurend gevaar. Ja, Robert is ook is heel dreigend. En als ik deze wedstrijd over mag doen... En dan zou die beginnen, maar trainers maken ook foutjes. Hè. Dus...
De wedstrijd is voltooid verleden tijd. Een mooie cup. Neem hem mee naar huis. Mag aannemen dat je dat fantastisch vindt. Zit een trainingskamp ook aan vast. Je zegt het net. Als we nou even gaan kijken. Je hebt dan in de derde divisie eigenlijk ook lange tijd bovenaan meegespeeld. Nu die cup. Kun je tevreden terugkijken? Ja. Moeilijke vragen. Ja, als je mij een beetje kent. Nee hoor, je moet op een gegeven moment ook wel eens een keer tevreden zijn. En dan dit, dat helpt net een klein beetje meer. Toch? Je zegt het zelf al. Maar wij, van tevoren vierde plaats, dat is natuurlijk hartstikke goed. Alleen, ja, je speelt niet voor een vierde plaats, je speelt voor een eerste plaats. En ik zeker. En voor de winterstop hebben wij echt een fantastische periode gehad. Ook met bekerwedstrijden. We zijn met de laatste 16 gekomen van KNVB-beker. Fantastische wedstrijden gespeeld. Onder andere bij RVA is dat al begonnen natuurlijk. Daarna hadden we de treffers uit. Dat is ook niet niks. Wonnen we met 0-3. Echt geweldige wedstrijd. De Spakenburg wonnen we na verlenging. Toen kwam AZ. Ja, dan hebben we gewoon teruggevoetbald, meegevoetbald. En verloren met 0-1 achter of 1-0 achter in de 43e minuut. En vlak voor tijd maakten ze 2-0. Een grapjas, hè, allemaal. Dat was er ook wel mooi. En vierde, net na de winterstop hebben we het eigenlijk een beetje. Speelden we niet eens zo slecht. Maar we hebben wel heel veel punten laten liggen. En we gelukkig hebben we het daarna weer opgepakt. We hebben de laatste 10 wedstrijden 1 wedstrijd verloren. Van Scheveningen. Ik ben wel tevreden. Alleen, ik ben zo, als je zegt dat je tevreden bent als trainer, dan gebeurt er niks meer. Hoewel, we hebben een leuke groep hoor. We hebben een mooie elftal. Ik blijf wel zeggen, volgend jaar moet het gewoon weer beter. En wil ik er nog wel bij hebben. Maar ja, je weet, de penningmeester is daar niet helemaal mee eens. En trainers willen altijd meer, maar dat is overal hetzelfde toch, waarschijnlijk. Jack, ik zou zeggen, ga genieten van deze overwinning in de finale van de Voetbal Rotterdam Cup. En probeer er volgend jaar ook weer een mooi jaar van te maken. Dankjewel voor het interview. Ja, dankjewel. Bedankt voor de aandacht.